Ik ben er. Ik dacht even dat Hans Liebberg in de zaal was vanavond. Goedenavond allemaal. U zult misschien wel denken, hij staat er wat gewoontjes bij. En dat klopt. En ik wil u daarom ook vragen om een kleine gunst. En ik zal het uitleggen. Een bekende televisiepresentator zei ooit over een artiest: deze artiest behoeft geen showtrap, geen synchroon dansend ballet of een orkest die de artiest begeleidt in de mooiste liedjes. Nee, deze artiest doet het allemaal zelf. En ik wil u vanavond hier in Noordwijk niet teleurstellen, maar de desbetreffende presentator had het niet over mij. Ik heb juist een showtrap nodig, een synchroon dansend ballet en een orkest die mij begeleidt. En nou is mijn gunst het volgende. Mocht u zometeen geregeld denken van, ja Jochem, het is leuk dat je er staat, dat je het allemaal probeert, maar ik mis wat. Als u op dat soort momenten nou even denkt aan een showtrap, een synchroon dansend ballet en een mooi orkest die mij begeleidt, dan heeft u de avond van uw leven. Dan wel, dank u wel. En ik ben bang dat de mannen vanavond aan het ballet zullen denken. Mannen staan op feestjes, altijd in een kring. Ik stond er wel eens bij, maar ik kreeg enorme zin om mezelf van kant te maken, want wordt dit van mij verwacht? Dat ik praat over sport en game tot diep in de nacht. En dan gaat het onderwerp al snel over het werk, over targets en processen, een geliefde automerk. Hun eigen competentie en de vrees voor de burn-out. Na zo'n avond tussen mannen krijg ik het benauwd. Wat ziet de vrouw toch in de man? Kan iemand me dat vertellen? Tegenwoordig is het toch niet veel aan moderne mannen die kwellen. Vroeger was de man waarschijnlijk meer rock'n'roll, dan had je als vrouw heus wat meer lol. Nu zitten ze achter bureautjes in een gladgestreken pak en s'avonds een pizza uit de oven. De man leeft voor het gemak. En heb je ze gezien met de maten in de sportschool? Wiegert op Beyoncé, zweten ze hun broek vol. Daarna in de bar, alsof ze 18 zijn, vullen ze hun buiken weer met pinda's, bier en wijn. Wat ziet de vrouw toch in de man? Kan iemand me dat vertellen? Tegenwoordig is het al niet veel aan. Vroeger jaagde de man op zijn eigen stukje vlees, met littekens bedekt was de man zonder vrees. Die littekens komen nu van gelifte ogen, buik of kin. Ach, kom nou toch vrouwen, daarvan krijg je toch geen zin. Sorry mannen. Hoorde u het momentje dat ik dacht van, ik heb een orkest nodig? Ik zal het uitleggen waarom ik man en ik, ja, begrijpen elkaar niet zo heel erg goed. Op mijn 11e, toen ik 11 jaar was, was bij mij de tijd dat ik wist, ik word volwassen. Ik stond in de badkamer, ik deed mijn shirt uit, mijn broek, mijn onderbroek en... Hey, er is wat veranderd. En in de spiegel zag ik het niet, maar als ik naar beneden keek, zag ik het wel. Ik heb een haar, riep ik. En ik hoorde mijn moeder van beneden, wat zeg je Jochem? Ik heb een haar, willen jullie hem zien? En ik wachtte het antwoord niet af. Ik liep de trap af naar beneden. En terwijl ik de trap afliep, dacht ik aan mijn vader.
Want eindelijk hadden we iets gemeens. Mijn vader praat altijd over auto's en over zijn werk en over sport. En ik had daar niet zoveel mee. En eindelijk dacht ik, eindelijk hebben we iets wat we samen hebben. Want ik had ze namelijk ook wel eens bij hem gezien. Dus ik stond bij de woonkamerdeur en ik dacht nog wel, ja, ik word volwassen. En dan laat je niet alles meer zien. Dus ik deed toepasselijk mijn linkerhand voor mijn piemel. Op zo'n manier dat de haar tussen de duim en wijsvinger tevoorschijn kwam. Dus ik stapte de woonkamer binnen en ik liep naar mijn moeder en ik zei, mam, dit is hem. En mijn moeder vond het een mooie haar. En ik liep naar mijn zus. Die moest ontzettend hard lachen. Dus ik dacht, nou, die is blij voor mij. En ze heeft er even naar gekeken. En ze, ja, een mooie haar. En toen liep ik naar mijn vader, die de krant zat te lezen. En ik zeg, pap. Pap. Pap, wil je niet kijken naar mijn haar? Pap. Kijk, ik heb hem net zo'n kleur als die van jou, pap. Maar mijn vader keek niet. Het enige wat hij zei, ga douchen. Dus ik liep de woonkamer uit, de trap weer op en ik dacht, hij is jaloers. En een paar weken later kwam ik erachter dat mijn vader jaloers was. Want ik werd ouder en sterker en een paar weken later ontdekte ik dat mijn vader ook ouder werd, maar aftakelde. Ik stapte de badkamer binnen en daar stond mijn vader, poedelnaakt, klaar om te gaan douchen. En ook bij mijn vader was er wat veranderd. En mijn vader zei, ga de badkamer uit, ga de badkamer uit. Je bent oud en wijs genoeg om zelf te douchen, je hoeft niet meer met mij te douchen. Ik kan het wel alleen. Oké, vader. En ik liep de douche weer uit. En bij de deuropening dacht ik, ik moet die man helpen. Dus ik draaide mij om en ik zei, vader, als ik genoeg haar heb, mag jij er een paar van mij. En nu wij ons toch begeven in de schaamstreek, een liedje over natuurbehoud. Althans, dat is de titel voor als het een radiohit wordt. Omdat radioluisteraars, is wel gebleken, die hebben graag korte, krachtige titels nodig. Maar we zijn hier vanavond in een schitterend theater, mag ik wel zeggen. En het theaterpubliek heeft een wat grotere spanningsboog. Dus ik zal ook de theatertitel even geven. En die luidt: de Nederlandse houding tegenover het beleid ten behoeve van het leefgebied van de schaamluis. Natuurbehoud. We springen in de bres voor een olifant. Een panda, een oerang, oetangs leven niet eens in ons land. We hebben een partij die opkomt voor het dier. We leggen wegen om voor een hardwerkende mier. We ketenen ons vast voor musjes in een boom. Een verjaardagsfeest voor je huisdier, ach het is heel gewoon. Geen vlees meer eten, want het was iets met gevoel. Er is echter een wezen, daarvoor stellen wij geen doel. Kale mode vindt dit beestje maar geen huis. Ik breng daarom een ode aan de zeldzame schaamluis. Hij leeft niet in een beschermbos en dat is vette pech. Want dicht bij huis scheren we alles lekker weg. De schaamluis, dat is toch zo'n zeldzaam dier. Binnenkort wordt de wolf zelfs meer gezien hier. In ons landje is die luizen echt geweest. Ons diervriendelijk volkje geeft niets om dat beest. Maar er gaan geruchten dat hij snel oprukt.
dat de schaamluis is aangepast en de vruchten plukt. Hij maakt geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ze schijnen fijn te leven in onze wenkbrauwen. Ze schijnen fijn te wonen in onze wenkbrauwen. Ze schijnen kinderen te krijgen in onze wenkbrauwen. Dus de liefde te bedrijven in onze wenkbrauwen. Ze schijnen fijn te leven in onze wenkbrauwen. Dank u wel. Goedenavond. Een daverend applaus. Goed, ik ga het briefje overhandigen aan Guus. Het is zijn moment van vanavond. En dan nu de winnaar van 2014 is geworden Jochem van S.